Dat was van de top 2000. Dat is dan iets wat vrolijker nieuws. Hè? Die toch ook het jaar altijd samenvat. Daar horen de vervelende dingen bij. Daar horen ook de mooiere dingen bij. Die top 2000, die lijst der lijsten. Je hoort dan dat plaatje, dat riddeltje al komen. Je krijgt er meteen helemaal zin in. Hè? Dit gaat om de mooiste 2000 liedjes ooit gemaakt. Zo zeggen ze dat dan op NPO Radio 2. Tussen kerst en nieuw. Het is inmiddels een traditie. En de stembussen zijn sinds een half uurtje geopend. Je kunt stemmen. En er is ook een fysieke stembus. Die rijdt door het hele land ook sinds vanochtend. En volgens mij hebben wij een verbinding. Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten. Heren, goedemorgen. Hi Frank, goedemorgen. Wat een in het top 2000 café, waar we nu op dit moment nog zijn. Nou, ik voel me een eer dat ik daar mag zijn. Je bent de eerste vandaag die mag. Dat ik die nog even op mijn naam mag schrijven. Hey, ja joh. Heb je je lijstje al klaar? Ik heb mijn lijstje nog niet klaar. Ja, ik ben wel zo'n stemmer die het overgrote deel van zijn lijstje elk jaar kan recyclen. Hoor. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ja, zeker. Je hebt toch altijd een soort van backbone. Hè? De ruggengraat van je muzieksmaak, liedjes die je hele leven door meeneemt. Maar ja, het zijn er 35, dus ik zou wel willen zeggen, ga dan op zijn minst voor 10 liedjes die je dan eruit gooit ten opzichte van vorig jaar en er weer nieuw inzet. Is er wat nieuws bijgekomen dit jaar bij jou? Je vraagt aan mij, Jeroen? Ja. Ik zit nu hard op te denken. Ik ben bij zo'n milieuconcertje geweest, dus ik denk dat die het wel eens kunnen gaan redden met een nieuwe plaat. Ja, Tonight is natuurlijk een prachtig bijvoorbeeld, nummer, ja. Daar zat ik letterlijk nu aan te denken. Dus thanks voor de tip. Ja, dat is een nieuwe single. En die heeft wel eeuwigheidswaarde. Tenminste, zo voelt het. Maar ja, dan moeten de mensen er wel op stemmen. En dat kan via nporadio2.nl. Ik wou zeggen, want voordat het te veel over mijn stemlijstje gaat, laten we eens naar jullie mooie actie gaan. De stembussen zijn sinds een half uur geopend. Jullie zitten in een stembus. Wat is het idee daarvan? Ja, het idee, Jeroen, is dat wij kriskras door Nederland gaan om lijstjes op te halen bij stemmers. Ja, komende maandag. Ja, eigenlijk de bus die gaat nu rijden. Wij stappen maandagochtend weer in. Dan zitten we in Zuid-Limburg. En daar de mensen verblijden met de aanwezigheid. En vooral inderdaad heel nieuwsgierig naar wat er dan op al die lijstjes terechtkomt. Ja, dus ik wil ook tegen kijkers zeggen. Als je zoiets hebt van, nou, ik zou het ontzettend leuk vinden als de jongens even bij mij voorbij karren met die enorme stembus. Je hoeft niet ruimte te wonen. Moet wel in je straat passen. Ja, we beuken gewoon iedere woonweek in. Dat vinden we helemaal niet erg. Nee. Check dan even waar we allemaal komen. nporadio2.nl. En breng dan gelijk je stem uit. En als je misschien een later stemmen bent, hè, dat je toch denkt van, ja, ik wil eerst even al die liedjes horen op de radio en dan wikken en wegen. Je hebt een week. Dus tot slot heel kort nog even, jongens, want we mogen nu dus stemmen. Nog een laatste kleine suggestie als jullie er eentje mogen doen. Ja, kijk, ik ga voor Smokey Robinson dit jaar. Dat is de oprichter van Motown. Die heeft dit jaar ook een prijs gewonnen en die staat niet in de lijst. Ik vind Smokey Robinson als opperhoofd van Motown, die man die als geen ander treurige teksten weten vermommen in mooie melodieën, die mag er wat mij betreft in met Tracks of My Tears. Nou, dan wil ik nog Kylie Minogue en Padam toevoegen. Nou, voor de feestvreugde. Die noteren we ook dan, heren. Dankjewel, succes. We kunnen nu vanaf nu een dikke week stemmen. Doen toch heel veel Nederlanders stemmen voor de top 2000? Ja, doen jullie dat ook? Ja, altijd. Ja. Zeker. Nou, kom maar door met die stemlijstjes. Ja, bij mij gaat er sowieso Chef Special in. Ik vind het echt een geweldige band. Ze zijn ook ontzettend goed live. Dus als ze een keertje langskomen, echt naartoe. Kijk, dat is dit. Ja. Oh, deze is ook heel mooi. Zeker. Hans? Oh, ik probeer elk jaar weer liedjes van mijn favoriete band, de Truck en de Keks, in de lijst te krijgen. Dat lukt helaas bijna nooit. Maar ik stem sowieso altijd op John Hiatt, Have a Little Faith in Me. Dat is zo'n liedje wat al van, ik hoor hem. Eigenlijk al sinds ik kind was, ik denk dat ik 14 was toen dit nummer uitkwam, ontroert dit mij. En dat gaat ook altijd mee op bijzondere gelegenheden. Ja. En het werd gedraaid op een huwelijksceremonie. En ja, ik vind het gewoon, daar krijg je nog steeds kippenvel van. Ja, mooi. Prachtig. Annette? Ja, bij mij is het ook al met de paplepel ingegoten. Mijn ouders hebben altijd geluisterd. En dan hoorde ik mijn vader dat was van, dit is zo mooie muziek, dit is tijdloos. En dan, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat gaat waarderen. En ik vind de Piano Man altijd een heel mooi nummer die in de lijst staat. Oh ja. Ja, Frank, lekker hè? Heerlijk joh. We maken ons op voor de komst van een